Goedemorgen allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Weekend, een mega druk weekend. Het is ook nog best wel een beetje vroeg. We waren om 5 uur wakker, denk ik. 5 uur. Toch? Goedemorgen, Minions! Oh my god. We waren om 5 uur wakker, hè? Ja, 5 uur. We waren slaapgevallen op de bank ook nog. Nee, 6 uur waren we wakker geworden. Ik was nog video aan het doen. We werden om 6 uur wakker op de bank. Toen moesten we nog opschieten, want we staan vandaag op de Winterwondermarkt. Bij mijn broer voor de deur. Met tweedehands spullen en zo. Kraampje, alles. Dus we moesten nog spullen inladen. Eigenlijk moest ik de spullen ook nog gaan prijzen. Dat wou ik dus vanmorgen vroeg gaan doen. Als ik om 5 uur mijn bed uit zou gaan. Ik ging alleen niet om 5 uur mijn bed uit, omdat ik me versliep. Top. Gelukkig werd ik om 6 uur wakker en niet om 9 uur pas of zo. Het zou helemaal een beetje jammer zijn geweest. Voor de rest, morgen hebben we verjaardag. En dat is dit weekend. Dus we gaan zo meteen door naar mijn broer. Het is nu 7:15. Kwart over 7, ja. En 8 uur moeten we daar zijn. Oh ja, ik wil jullie nog even wat laten zien wat ik heb gekocht. Dat moeten jullie echt even delen. Dat moet ik echt even met jullie delen. Ik ben zo excited. Ik zag van de week zoiets leuks bij online. Van NYX. Op de website. En ik dacht, oh, die moet ik hebben. Dus ergens in mijn achterhoofd bedacht ik me dat ik nog een cadeaukaart had van Douglas. Dus ik ben erheen gegaan. En ik heb de adventkalender gekocht van NYX. Oh, I love it so much. Ik hou sowieso van adventkalenders. En dit is natuurlijk amazing. It's so amazing. He loves it so much. He loves it too much. Dat was het, ja. Kijk, deze zit er allemaal in. Dus vanaf december, jongens, kunnen we elke dag eentje open gaan maken. Want zo ben ik dan ook wel weer. Ik doe netjes. Elke dag ga ik er eentje open maken. Want dat vind ik gewoon leuk. Daar hou ik van. Dus, maar ik ben er echt super blij mee. Niet heel goedkoop. Deze was, ja, ik kreeg dan nog korting en zo. Maar als je hem nu helemaal koopt zonder korting, is die 58 euro. Wat? Ja, als je hem zonder korting koopt, is die 58 euro. Helemaal gek geworden. Ja, I know. Maar gelukkig had ik korting en zo. Dus voor mij viel het nog wel mee. Oh ja, er waren er niet zo heel veel meer te verkrijgen. Dus mocht je hem nog willen, zou ik wel snel zijn. Ik had gekeken, mijn buurt was Middelburg, waar ik woon. De enige die het nog verkocht van Douglas. De rest hier in de omgeving, Breda en zo, want de Vlissingen zit ook niks in Breda en al die dingen waren ze allemaal uitverkocht. Dus mocht je nog willen, zou ik wel opschieten voordat hij weg is. Want hij is echt super nice. Jongens, het is 12:15 inmiddels. Ik heb lekker verkocht wel. Ik ben heel in het leeg inmiddels, dus dat is wel lekker. Nou ja, leeg. Ik ben als vlogger op. Ik ben nog niet helemaal leeg, maar ik ben wel echt. Ik heb echt veel verkocht wel. Meer als vorig jaar al, dus dat is lekker. Alleen nu kwam er dus een hoofdbui, dus top. Vandaar de blauwe schermen eventjes. Dus dat is een beetje jammer. Laten we hopen dat het droog blijft voor nu. En dan kunnen we nog wel verkopen. Maar het is wel gezellig. Lekker warm chocomel. Kletsen. Topdag. Jongens, ik heb een nieuw personeel in dienst. Mijn camera wel. Het personeel in dienst. Ja. Ik hoef hier alleen maar te zitten en mijn kraam wordt gewoon volgeduikt. Ik heb hem volgeduikt. Met, ja. Met meuk. Kopen? 5 euro. Wat is dat? Dat is een tepelklem. Oh, dat is zo. Die kunnen we ook kunnen gebruiken. Nippeltwist. Nippeltwist, ja. Nee, ik kan hem inderdaad aandraaien. Ja. Oeh. Het is nog best een beetje donker, maar het is wel lekker. Goedemorgen allemaal. Zondag vandaag. Gisteravond. Ik heb trouwens gisteren op de markt nog best wel lekker verkocht. We hebben een hele leuke dag gehad.
Ik heb echt veel meer verkocht dan dat ik verwacht had. Dus dat is echt heel lekker. Kan ik er gaan verzamelen voor volgend jaar. Maar we waren zo moe. We hebben afgelopen week zo weinig geslapen. Wist ik in mijn geval dan. En hoe heet het? Dat we gewoon waren thuis, gingen we film kijken tijdens het eten. Zijn we in slaap gevallen. En om 11:30 of zo. Nee, hoe laat zijn we wakker? 2:15. Oh ja, 2:15 s'nachts werden we wakker. Dus we hebben gewoon letterlijk vanaf een uur of 19:30 tot 2:15 hebben we gewoon doorgeslapen hier in één stuk. Op de bank zijn we naar bed gegaan. Ik werd wel vanmorgen wakker met echt hoofdpijn en zo. Dus we zouden naar verjaardag gaan. Die heb ik overgeslagen. Ik ben lekker op bed blijven liggen. Omdat ik gewoon echt niet lekker was. En echt bij moest tanken. Nu is het wat later op de middag. En voel ik me wat beter. Ik heb lekker wat ingenomen. Dus we zijn nog heel even uitgenodigd om een drankje te gaan doen op het terras. Dus dat gaan we dan nog maar eventjes doen. Ja, dat is. Dus wij gaan even ons spulletjes pakken. Ah, mijn haar is echt zo kak vandaag. Niet normaal. Ik zie eruit zoals ik me voel. Jo, wij gaan snel ons klaarmaken en dan gaan we door. Goedemorgen, het is maandagmorgen inmiddels. En gisteravond waren we thuisgekomen. Hebben gegeten, dat zeg ik verkeerd. We kwamen thuis, we zetten even een film aan. En überhaupt voordat de film begonnen was, ben ik weer in slaap gevallen. En heb ik geslapen totdat het eten kwam. Niet normaal hoe moe ik ben geweest dit weekend. En alleen maar heb geslapen en geslapen en geslapen. Voor de rest vond ik het echt een superleuk weekend. Wel een beetje druk. En ik heb het gevoel dat ik weinig heb gedaan. Omdat ik zoveel heb geslapen. Maar ja. Weet je. Het weekend zit erop. Ik moet weer gaan werken. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Duimpje omhoog als je het leuk vond. En een heel groot welkom weer voor alle nieuwe volgers die er weer zijn. Want elke dag komen er nu best wel een paar bij. Vind ik heel erg leuk. Heel erg gezellig. En leuk dat je wel abonneert op mijn kanaal. Mocht je nog niet geabonneerd zijn. Doe dat vooral eventjes hieronder. Op de abonneerknop en dan zie ik jullie heel graag in de volgende video. Doei doei!